Zaterdag speelt NEC opnieuw in het Goffertstadion. Tegenstander dan is FC Utrecht. Vorige week speelde NEC een goede uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De Nijmegenaren waren duidelijk de betere ploeg. Ja, ik vond het een geweldige wedstrijd van ons. Het was een van de beste wedstrijden, technisch, tactisch. Van de posities, van de ruimtes die we spelen. Kansen creëert, ook niet zo toevallig. Ne? Zo wie ook vaak in deze seizoen. Ja. En dan ga je en dan fluit de scheids af en je denkt, nee scheids, hier klopt wat niet. We moeten eventjes nog verder spelen, we moeten ja winnen. Maar goed, is ook geschiedenis nu. Mist de trainer dan eigenlijk net die ene speler die dan opstaat in de wedstrijd? Nee, in deze wedstrijd niet, omdat echt alle jongens hebben het goed gedaan. Maar natuurlijk, als J-Roy gaat alleen op de doelman en hij scoort niet, dan kun je natuurlijk ook zeggen, hij heeft het slecht gedaan. En nee, ik kan er niet zoveel negatieve dingen zeggen over ADO, omdat het niet zoveel negatieve dingen was. Alleen scoren vermogen en natuurlijk echt geslapen behaven als doelpunt. Wat verwacht de trainer van de komende wedstrijd tegen FC Utrecht? Nou, ik denk dat het wordt echt een attractieve wedstrijd, een mooie wedstrijd, omdat wij nu ook voetbal spelen kunnen. Utrecht kan sowieso goed voetbal spelen, dus ben zo'n beetje 4-4-2 eruit, maar ook zo'n 3-4-3. Troepé gaat hoog en Barazit gaat ook mee aan de spits. En het is niet zo'n echt klassieke ruitsysteem. Maar ik vind, kijk, in Nederland heb ik nu al begrepen, de eerste drie zijn echt goed. Dan moet je echt een super dag hebben. En alle andere tegenstanders heb je echt een mogelijkheid. En ook tegen Utrecht hebben we ook een mogelijkheid punten te pakken. En het strijdplan, hoe ziet dat eruit tegen de domstedelingen? Ja, eigenlijk zo'n beetje het voetbalvermogen wie tegen ADO ook. Dat we echt aan het voetballen komen. En ik denk, tegen Utrecht is het altijd goed dat je echt even strijd presenteert. Omdat Utrecht toch een mooie team is. Een goede voetballende team moeten we proberen pijn te doen. Zijn er nog bijzonderheden? Ja, Michael Dierestam heeft een keekoperatie gehad, maar hij heeft niks gevonden. Ja, dan moet ik eigenlijk zeggen, hij is gezond. Maar die is morgen natuurlijk niet in de selectie. Andriy Fomichov is weer terug van de schorsing. Ferdi Kadıoğlu heeft deze week 2 dagen niet getraind. Die heeft aan de knie gehad. Ik weet het Nederlands woord nu niet. Maar die heeft vandaag helemaal getraind. Ja, alle fit. Zaterdagavond onder leiding van Simon Mulder om 19:45 in de eigen Goffert NEC FC Utrecht. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.